Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordwien. Goeie, en welkom bij Noordwien. Jut bij mij in je gast aan de tafel van het Omroep Friesland Café. En dat is een muzikant, een echte gitarist. Dat doet hij ook al heel lang. Maar hij had een eigen studio, produceert zijn eigen platen. Nu worden we echt 24-7 mijn muziek dwaande. En hij draait ook al een tiertje bij. Eigenlijk een metal liefhebber, maar we komen dan uit bij symfonische progrock en dat soort soorten van muziek. Maar hij had het nog plan om iets met Fleetwood Mac te doen. Dus het tekent een beetje de breedheid van de smaak van mijn gast van Jut. En dat is Michel Homminga. Boris de Beest, welkom. Jawel, wel een beest. Ja, best, maar nee. Ja, goed zo. Ja, dat weet je de vraag. Jij erbij. Ja, toch? Januari, is het voor jou een rustige, drukke maand? Hoe werkt dat in muzikantenland? Nou, ik heb altijd drokje. Ik ben altijd bezig. Dus... ja, als je maar de coronatijd ik heb het ik zo heb je les dan gewoon. Zo ik speel net in een band of zo, dus nou, zo in een band spelen is nog een verhaal, maar ik kan gewoon mijn gang in. Ja. Nou, ik zit gewoon in de studio en ja, that's it. Ik schroef mijn nummers en neem op. En ja, daar ken ik altijd wel mee bezig. In Sint-Niek, hè, zest? Nee, in Sint-Niek, ja. En dan heb ik mijn studio in de sleepkamer. Oké, sleepkamer, gewoon aanbouwd het studio. Nou, dus dit graad voor mijn apparatuur en gitaar, neem het maar op. En ja, dat. En ik heb dan een keer erbij, want ik sliep gewoon beneden, want het is zo'n seniorenwenning. Dus ik denk, nou ja, ben ik er vast maar aan het wist wel van letter. Dus boven, nou ja, die oren van sliepkamer trek ik nog bij. En nou ja, zien of dat, ook die ik vol krijg, hè. Mijn spul. Dus ja. Best wel, nou, 30, 34 hier, mijn muziek dwaande, minstens? Nee, 32 hier. Ik ben ooit begonnen in 1989. Ik, ik kom uit Kastenbrei oorspronkelijk. En, nou, zo, ik heb vrienden die speelden, ja, die speelden maar. We hadden twee broers en die wie drummer en de andere wie gitarist. En die oefenden toen nog in het anker. Nou ja, dat bestond niet meer. Maar dat ging ook wel eens mooi en ik vond het echt, dat lag hem heel vond ik geweldig. En dat heb ik een eerste 12 tredje, denk ik. En ik zie mijn huid met me, ik wil ook een gitaar hebben. Nou, maar dat was beter die best dan met op schuilen. Want dat jong natuurlijk, ja, ik wil ook eens zitten wonen. Dat interesseerde me ook al geen. Maar ik moest van de 12e naar de 3e klasse. En dat week al eigenlijk al zitten, maar ik kreeg taken maar naar huis en die acte goeie hier. En ik ging oer, dan kreeg ik een gitaar. Nou, en ja, dat ging goeie dingen. Maar ja, ik wilde wel een gitaar. Ik ben aan het leren, ik ging een gitaarboekje ernaast. En af en toe, nou, dan werd ik een beetje outlijnen. Ja, oké, okay, ja, gitaar, wat verder leren. Nou, en uiteindelijk naar Jenna Lauwen en Bob de Jong. Dat reken ik al meer. De muziekwinkel, hè? Ja. En toen kreeg ik, een gitaar. Nou ja, en toen toen ik gitaar hier, nam mijn maten optrommelen. Nou, onder andere, nou ja, Martin Roffel, bekend van Jetteezer, drummer van Jetteezer. Nou, die was drummer. Nou, we hadden geen drumstel vanzelf, dus mooi creatief, hè. We hadden dozen, nou, en alle reiskoffers. En Brian-nulls van mijn mem uit haar Brian-tasken, dat we in de drumstakken. Nou, en zo waren we altijd bezig. En, nou, dan krijg je zo'n bassdrum, ik ben weer vrij creatief, ik ging naar een niet-machine. En daar een stukje PVC-buis, maar die hond, die is zo'n buitensbaltje, die erop. En dat die de bassdrum, no? Nou, wel. En toen het eerste optreden in Jelly Letter. En Martin ging er nooit achter een drumstel spelen. En, knap, ja, hij ging erachter zitten en, oh ja, wie geweldig, no? En, nou, Wilco Kuipers zit er toen ook bij van Jetteezer. Dus ja, die man kijk ik al jaren vanzelf. Dus, ja. Nou, zo is dat een beetje ontstaan eigenlijk. Vooral doet me een beetje denken aan C6 Steve, die van sigarendwaskers zijn gitaar maken. Ja, dat, ja. Dat de vrouw van hem mijn worden. Nou, je bent echt je eigen gang hier, maar onder andere Jetteezer, maar ik die eigen muzikale paad. Even naar die gitaar, was het toen hard, want ik zei een filmpje van die op YouTube. Dan maak je soms filmpjes, dus dingen uitlijsten, ja, met die gitaar, zeg maar. En toen had die eerste gitaar haast nog, hè, zeg ik. Die heb ik nog steeds, ja. Een rare niet? Ja, ja, zo'n Stratocaster model, wist je dat? En het mooiste dat we toen een beginnend merk, dat die vrij goedkoop ding, maar
Maar het bestaat nog steeds, dat merk. En het is nu wel best wel een groot merk. Heb ik wel nu al best wel grote muzikanten die een endorsement hebben. Maar ik heb hem nog steeds, ja. Hij is inmiddels al helemaal verrookt natuurlijk. Ja, ik heb maar het ding overal spelen vanzelf. Maar ja, ik heb hem nog steeds, ja. Is hij nog te stemmen of net? Ik heb er zelf nice naden op zetten, Willem. Dus, ik speel hem er zelf nog wel zo. Maar er zit een heel mooi clean geluid in. Dus ik gebruik hem wel eens voor clean... gitaarpartijen. Ja, want het begon dus met een elektrische gitaar. Want heel veel mensen die vaak met gitaar beginnen, krijgen eerst een akoestische gitaar. Hè? Maar doe best voort maar instroom in de elektrische wereld. Ja, ik wil verder. Zo akoestisch, dat is geen metal, man. Ik moest echt. Dus zo ik geef je een versterkertje. Dus als ik hier. Nou, wij zijn creatief, dat heb ik al verteld hoe creatief we zijn. Dat je zo'n stereo toren. Er zit een microfoon in gang in. Nou, een derde gitaarkabel, plan en rek en dan raken. Dan zit ik naar distortion in. Maar ja, dat betekent dus dat het ding vierste volle output krijgt. Dus na een paar minuten, dat Rie kwam eruit en dat ding heel plof zelf. Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment het versterkertje erbij en zij is het alle wat begonnen. Nou, mijn eerste band, die Obscenity, deed er dat. Nou, ik kon dan net nooit spelen voor zelf. Ik ging geen les hoor. Maar Wilco Kupers van je die dan hier mij het eerste akkoord leert. En zoals die vinger nog des is, hij is een power akkoord, dan krijg je alle akkoorden. Nou, ik denk, ja, en daar heb ik eigenlijk het eerste akkoord van geleerd. Dus nou, toen het eerste optreden zelf, ik ben geen bassist, ik ben twee zangers, nou, twee gitaristen en een drummer. En dat werd eigenlijk. Letter kregen we een bassist. Maar zo hebben we begonnen. En eerste optreden wie in een mix, in Joure. En die zaal zit vol. Nou, ik wie stront. Ik wil twee weken van tevoren week al aan de schieterij. Maar ja, op zich, ja, we hebben een goede vrouw gebracht. En nou, die band had misschien twee jaar bestaan. En toen kwam ik in de band die Lemmer. Nou, dat weer echt wat ik een thrash metal band, nou, Syracuse wie dat. En daar had ik wel die een kleine prijs versneken en dat soort dingen. Nou ja, let op toen, ja, zo ik wie daar slaggitarist. En ik wil meer in een solo gebeuren, maar ja, ik wie de jongste van de band, de oudste die wie, nou, dat hij mijn hart wel kent, toen hij echt 40. Dus ik bedoel, ja, dan zit ik als jong broekje, nou, dat. Dus ik viel me direct helemaal op mijn gemak te hebben. En nou, dat ben ik mooi vriend van mij, werk toen ik, nou, die meer ik eigenlijk zeg maar aan het gitaarspelen in bracht, hè. Daar heb ik toen een, ja, daar ben ik toen band maar begonnen, hebben CD maar maken, heb ik wel optreden en dat soort dingen. Dus, nou, toen kwam ik eigenlijk in mijn periode dat in een coverband, een goeierende coverband. En daar heb ik echt, nou, eigenlijk de mooiste tijd van mijn leven. Want ja, heel Friesland terug, we kwamen overal. En dat bandje zonder ernst. En daar ben ik al een vriend van me geworden. Dus dat daar heb ik hier niet gespeeld. Daar is het echt die meters mee makker, om het zo maar zo te drukken? Ja, daar heb ik podiumervaring natuurlijk niet. Moest elke week verder, soms twee, drie keer in de week. Nou, ik hier toen mijn werk erbij. Nou, dus dat ik best wel dreig. Je moet er heel, ja, je bent de hele week aan het ploegen chasen. Dus nog vaak ruil je. Nou, dan moest bijvoorbeeld Freed spelen. Nou, dan doe ik zeg maar, toen was het die jongens, dan moest ik het zien en horen. Dan moest ik Freed zeker het zien en horen. Maar ja, ik denk, dan ruil ik me in mijn betie. Dus dan wie toen is dat zien en horen, naar huis, op bed, en dan horen daar om 6 uur weer beginnen, of 4 uur, wie toen ook. Nou, en dan in uur thuis, en dan direct terug naar de overhand, de spulling laden en verder is, dat zou ik moeten doen. Ja, maar dat is er wel helemaal voor dus. Ja, zoals die in de muziek geest, dat ik jou ook wel les. En, maar dan zie ik wel een band van tussen de 10 en de 12. Maar dan merk ik wel aan die band van, wissel van, nou ja, dit wordt hem net. Want ja, vaak mis ik zowel mijn vriendjes buiten. Snap ik wel, dat is ik zo. Maar als je gitaar speel je, nou, dan krijg je ook goeie volume worden, maar ja, dan moet je er gewoon 100% voor inzetten, meer dan dat. Ja. Ik bedoel, ik, ja, zo fanatiek als mij, dat zal ik dan niet. Zo, ik wie echt tolle woorden daar is misschien aan, nou, misschien ik wel. Ik wie daar nacht bezig. En zit ik op les en ik moest dat gewoon kennen. Dus ik zit gewoon in het begin elke dag D akkoord en een A. Nou, dan kwam ik wel op les en zei, nou goed jong, nou, en zei ik gewoon wat verder en steeds meer en steeds meer. Nou ja, zei ik klassiek gitaarles gewoon en ik heb van alles wel niet gewisseld. Maar ik heb in totaal misschien van die trein die hier experience misschien, nou, of jouw hier les gewoon zo. Ja, dus dat is best wel weinig. Maar wel, ja, wel, wel soort opdien, ja, dat wel. Ja. Is dat voornaast al een soort droom op een middelbare school, of misschien al op een legere school, dus... Ja, als dat muzikantenwereld zien je hoest met mij bands op stap of een studio of wat dan ook. Wie die dromer toen al? Ja, nou, zo, ik wie wel heel jong dat ik me voor muziek begon. Ik wie in ieder geval, nou, wat wie het vijf, denk ik, zoiets. En toen ik al mijn eerste singeltje, dat wie Vader Abraham, dat smurren we niet. Daar ben ik maar begonnen. Wie dat eerste? Dat wie de allereerste. Ja, daar ben ik trots op. Ik kijk een foto, dat stinkt maar Pierre Carter, nou, die is jongen toen in Harderwijk. En dat stinkt maar hem op een foto, nou. Dus daar ben ik trots op. En toen mijn tweede singeltje wie Wings, Mall of Kintyre. En Electric Light Orchestra en dat soort muziek.
En hij had helemaal leuke platencollectie. Die Outsiders onder andere, en Wally Tax en Cube in the Blizzards. Nou ja, en Status Quo. En toen ik Status Quo ontdekte, die ik helemaal verkocht. Dus nou, dat was een hele zo'n acht, denk ik. Ja, ja. En mijn allereerste dubbel op EW van Status Quo, die kocht ik van de Silverflow-rekening is vroeger, nou, van de Rabobank. Nou, en dan naar de winkel thuis, van dubbel op EW, Cape, en nou, dat heb ik een wereldvriek. Maar en ik kocht toen alles, zo, ik weet toen net in de metal, dat kwam letter pas. Status Quo en letter, ja, al die top 40 singles, die zo kocht ik. En toen met mijn neven kwam ik in aanraking met Iron Maiden, Live After Death, die LP. Dat vierde ik nooit. Ik vond die volk al indrukwekkend. Nou, maar Eddie, die soort nou, dat grijs komt. En nou, toen begon ik met Metallica. Nou, dan wisten al die 80 bands, wat Judas Priest, Venom, Motorhead, Metallica natuurlijk. De klassiekers, hè? Ja, ja, ja. Nou, toen begon ik daar natuurlijk interviewen. Dat vond ik machtig. En dat heb ik heel, nou, daar ben ik nog steeds wel metal fan. Maar ik ben wel sinds dat ik won, maar die hebben wel wat rustiger worden. Nee, met de scherpe kantjes er worden. Ja, je wordt wat harder ook. Zou ik Slayer, dan ja, natuurlijk. Ik val weer alles nog natuurlijk. No, maar ja, Slayer is natuurlijk niet meer wat het wedstrijd. No, Hanneman die is toen dat is. Maar Clay en Mara en Tom Araya, ja, dat weet ik, die weet ik al. Dat is de jongste kant meer. Maar je Metallica val ik natuurlijk altijd nog. En daarnaast ben ik dat is een enorme Beatle fan. Dus ben ik twee keer in Liverpool geweest om daar al die roots van hun te ontdekken. Ben je in de Cavern Club zo weg of net? Ja, ja. Maar, ja, dat is net origineel, hè? Nee. Dus het zit door iets van het zien wat nou de nooduitgang is, wie vroeger de ingang is. Maar, dus, maar ik ben natuurlijk van Paul McCartney, John Lennon ben ik geweest. Dus ja, dat vind ik geweldig, om dat soort dingen wisselt onder zit je. Ik ben wel echt, ik ben bijvoorbeeld naar Grollo geweest, waar Cube in the Blizzards oefenen, hè, dat soort dingen. Ik ben al, ja, ik ben gewoon echt een muziek, ik ben net al een muzikant, maar ik ben ook muziekliefhebber. Dus, ja. Nou, 24-7, een echte muziekliefhebber, ja. Hier rond tafel, Joert, Michel Homega. Mooiste de best, wij hebben hem mij muziek vandaag. De horrorvraag is altijd, was het vijf plaat muziekjes? Soms komen we er net hier zo'n taal, maar we doen eens best. Ja. Wij zetten nu daar mij Guthrie Govan. Ja. Waar is dat? En waarom deze meneer? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, Guthrie Govan. Ja, dat is eigenlijk een beetje een opkomende gitarist. Hij is net heel erg, ja, hij wordt wel steeds bekender, maar het is een Engelsman. En hij had ik spelen in Asia, onder andere. En, en hij speelt bij Hans Zimmer, dat is die man die filmmuziek maakt. En die man is gewoon gruwelijk goed. Het mooiste is, hij beheerst ook alle stijlen. En dat vind ik gewoon interessant. Hij kan metal, hij kan jazz, hij kan country. Neem het maar op. Die man is zo veelzijdig. En het gemak, hoe het mouw gaat, dat is gewoon gruwelijk eng gewoon. Ik ben wel eens bezig geweest, dat nummer was wat ik kreeg, Jan Waves, dat ben ik wel eens bezig geweest te zitten. Ik ken al gedeelte spinning, maar daar ben ik 6 weken mee bezig geweest om 10 seconden daarvan onder de knibbel te krijgen. Dat is echt net het doel. Ja, ja. Nou, heerlijk om naar te luisteren. De volgende plaat vind ik zelf ook. Dat is een iets bekendere naam, Steve Vai. Ja. Ja. Steve Vai, ja, dat is van vroeger natuurlijk. Hè. Toen ik geloof 15, ik weet niet wanneer die plaat uitkwam, Passion and Warfare, dat was natuurlijk zijn trotbraak album. En ik wist wel, ik hield er wel van en ik wist helemaal net dat het bestond. Die instrumentale muziek net. Dus ik kocht gewoon die, nou vroeger kocht gewoon de LP's, wist wel, en dan keep je de dingen. Maar geweldig. En daar ben ik al nou, mijn hele leven eigenlijk al, zolang ik tenminste, maar ik denk al, vooral mijn. Nou, het zal wel zijn 15e, denk ik, 16e. Wel fan van, ja. Live, jongen? Helaas net. Nee, Guthrie Govan ging wel live, trouwens, in oktober. Dat mag nog dus. Ja, dat durf ik nog even, maar daar ging ik wel heen. Ja. Dat is die Aristocrats dan. Maar daar zit hij dan bij, maar die ging wel live. Nee, helaas, Joe Satriani, ik heb nooit live, jongen. Steve Vine nooit, helaas. Nee. Dat ben wel de grutte nam in die wereld, ja, hè? Echt hoor. Maar die man die draai ik al natuurlijk. Ja, sorry, ik bedoel, Joe Satriani had Steve Vai les, jongen. Ik bedoel, om samen te zeggen, Kirk Hammett onder andere. Ja. Dus ja, Joe Satriani is natuurlijk de man van die muziek. Maar Steve Vai die had het wat meer, in de tijd van dat hij bij Frank Zappa speelde natuurlijk, had hij natuurlijk zich ontwikkelen kennen. En dat is ik, ja, Frank Zappa is ik muziek, daar moet je van horen. Maar dat vind ik wel. Dat soort, wist je, dat is ik, ja. Ik hou van die aparte muziek, maar alle stijl erin. En daar kan je heel veel van leren. Dat teken, dat vind ik gewoon wel. We geven het draaien van diezelfde Steve Vai en The Crying Machine. Samar een noemer of een bijzonder noemer? Nee, samar een noemer, ja, want ik vind alles wel mooi. En het is moeilijk om daar een keuze te maken. Nou, maar dit vind ik wel heel mooi. Thank you.
Flying Machine, Steve Vai. Dat draait dit is al even van Noordwien. Dat ik hier te gast had, Michel Homminga. Muzikant, dat er al heel lang, meer dan 30 jaar om kreeg te wezen. Tussen had ik een studio en is dwaande met al je muzikale projecten. Daar komen we straks over te spreken. We draaien er ook een wat van, want dat doet voornamelijk dus zelf al een keer. Ja. Ja, als je de projecten waar ik straks van draaien, ben ik bezig met een... Oh, we stoot straks wat van draaien. Nou, daar, daar ben ik bezig met een cd. Dan kreeg Saffel, ja, ik kreeg heel leuke complimenten van god, dat is toch wel, ja, dat is wel instrumentaal, maar we vinden het wel mooi. En we willen wel meer jaren van, op Facebook, ik leuke reacties altijd, van mensen die net muzikant zijn. Dus het is ook wel een beetje toegankelijk, denk ik, voor iedereen wel. Nou, toen dacht ik, ik maak eerst de losse nummers, wist je wel? Die zet ik dan gewoon op Bandcamp, dan zet ik het op Facebook en zo. Maar ik dacht, wist je wel, ik maak een complete cd en dan die wil ik ook uitbrengen, zeg maar. Dus, ja, dat kan ik gebeuren. Ja. Maar ik dacht, dan breng ik die gewoon uit, zeg maar. Nou, en die komt een beetje mooi, zit augustus, juli, augustus, dan wordt die zeg maar echt, ik kan fysieke cd uitbrengen, maar hij komt ook uit op Spotify en Deezer, dat soort dingen. Dus ik wil iets meer zien of ik daar iets meer, het is voor mij een hobby natuurlijk, maar je weet het nooit. Nou, als je net probeert, dan wil het nooit wat. Ik voor slijm maar niet eens. Ja. Het is ook net, het eerste project was eigenlijk solo helemaal oppakt, want nee. Ik vond Verdijk nog wat opnames in verband met een Beatles-project. Ja. Dat is Beatles, maar dan instrumentaal? Ja, ja, dat heb ik ooit eens een keer in je nummer of zo voor de graap, maar ik ben Beatles-fan, hè, in hart en nieren nog steeds. En dat is gewoon, voor mij is dat de meest legendarische band ooit, dat ik gewoon zo. Ja. Ik met zitten begint iets vind ik net super bijzonder, maar die zoetsappige nummers, I Love You, Yeah, Yeah. Maar ik vind van oude Sergeant Pepper bijvoorbeeld, dat vind ik echt een album, dat is echt, ja, bizar jongen. Ja. Vind ik bizar. Ik bedoel, als hun studio, ik ben natuurlijk, ik heb een eigen studio, maar ik... Ze kon toen net ik heb er optreden natuurlijk, want ze brukten zo volle technieken dat kon ze live nog wat weer maken. Nou is er natuurlijk een band, de Analogs, kerst waarschijnlijk wel. Nou, die kennen het wel. Dat is ik super knap. Maar toen dacht ik, ik probeer gewoon een nummer instrumentaal. Het is eigenlijk eenmalig geweest. Ja, dat is, ik heb er nooit eigenlijk veel. Ja, ik heb nog één. Waar maak ik daar Gently Weeps? Die heb ik nog niet in instrumentaal. Ja. Maar reden dat ik hoe begin is. De beste dus wel wend om zelf iets op te pakken. Oh, zo, ja. Om een idee deel te zetten. Nou, bij Beatles weer dat dan misschien één of twee nummers. Ja. En met dit nieuwe project wordt het wat meer. Maar die werkwijze is daar dus net vreemd in dat opzicht. Nee. Ik heb nog een project, Soul Connected. Ben we hier als keer maar geweest. Maar toen mijn Battle Close. Dat is een hele goede maat voor mij. Daar ben ik al mijn hele leven al bevriend. Maar we hebben letterlijk een zanger bij Zacht, Rogier Tighem. En dat zit nog wat op een zacht pitje, want uw maat Bartel is naar Parijs vertrokken. Die had de liefde voor zijn leven voor. Dus die is daar nog een studio aan het opbouwen, zodat we dat online weer oppakken kennen. Maar door rustig aan. Maar zo is gewoon altijd eigenlijk meestal de muziek. En dan is het clear en dan verzend ik dat aan de jongens en dan jou is een oordeel. En dan komen ze bij mij en dan geven we daar verder mee aan de slag. Wist je? Dus ik ben het wend om zelf inderdaad de nummers te schroeven. Ik ben altijd songwriter geweest eigenlijk, om het zo te zeggen. Had je verschillende bands? Spiel had alleen wat hoe verteld. Ja. Invaller bijvoorbeeld ook bij Jetteaser. Ja. Mist dat net, het bandje gevoel? Ja, Nijwijk hebben de eerste... Ik ben in Fleetwood Mac... ik zeg het op muzikant aan de bank in Friesland, op Facebook staan. Nou, ik denk, wist wat ik doe, ik reageer gewoon, shot hoor. En dat wie in Balzer, daar oefen ze, dus ik denk, nou. Maar het is een krek opstartende band, zeg maar. Dus na een week gingen we voor het eerst bij me komen. Nou, dan showen we het Schipstrand. Maar het is een Fleetwood Mac tribute band, zeg maar. Dus daar zal ik wel, want ik mis het inderdaad wel. Kan ik me voorstellen. Toch, het solo-project zit een beetje centraal. Tenminste, dat is de onderleiding om Dijk uit te noemen. Ja. Dat is daarmee drok mijn best. Mind Apology. Ja. Het nummer Summer Rain moet ik mij beginnen. Straks het hele verhaal even, maar dit is niet van de eerste. Dit is al helemaal clear of net? Ja, nou, als je qua mixer zou... Ik ken hem wel puntje, maar dit is meer een demo-versie eigenlijk. Maar het is ook wel genoeg om het draait te letten, sowieso. Maar als je misschien dat de letter nog was. Maar dit is inderdaad wel een nummer wat op een cd komt.
het album Mind Apology, het nummer Summer Rain. Makke, produceert, opnaam. En uiteindelijk Jerk in dit programma bracht mijn gast, Michel Homminga. Prachtig mooi, ik vind het mooi. Dankjewel. Dankjewel. En het album moet nog uitkomen. Ja. Wat dat betreft, stond hier nog wel wat spannende tien. Te wachten, we draaien aan daar nog een nummer van. Maar had je alle nummers al klaar? Nee. Nou, ik weet niet, ik ben er net 12 of zo, 10 of 12 nummers, moet ik even zien. Maar ik heb al... Voor mij was het echt clear, dus ik heb al even tijd. Nou, dan zet ik echt een deadline op. Het is voor mezelf gewoon natuurlijk. Nou, de bedoeling is augustus, juli, augustus, zeg maar dat hier komt. En ik een officiële cd, zeg maar ja, wel in eigen beheer, maar wel in je man hoes kennen al, een beetje netjes eruit schild. En ik wil natuurlijk naar platenlabels proberen te sturen en bladen, nou, zoals gitarist. Nou, het is toch wat meer voor de muzikant, denk ik. Het is een heel specifiek wereld, hè? Ik neem het maar even, de progrock, de symfonische rock. Nou ja, eigenlijk is dat een soort ingrudde familie eigenlijk. Maar het is wel een niche eigenlijk, hè, beste toehaast. Ja, het is net echt voor een heel breed publiek. Hè? In Friesland sowieso, ik denk, dat is meer feestmuziek. Dat vind ik geweldig. Hoor. Ik bedoel, ook de hondenkop maak ik rijden. Dat vind ik geweldig. Hoor. Maar dat is toch meer, en je teaser. Nou, dat zijn toch meer bands, dat is meer voor feestenten. En daar komt het Friese publiek dan meer op oud. Is wel een hele week het werkt. En dan wie kan ik lekker bierken en stukken muziek erbij. Ja, dat maak ik wel hoor, dat zeker. Maar ik denk dat ik het je van hem uit. Misschien dat ik wat meer... Er is wel een liedje zien in Friesland. Ja, wel. We hebben eens een reunie van Puke's Place. De connectie naar mij bouwde mij de groot. Eddie Mulder is nog altijd de waande. Mijn Flamborough Head en dat soort bands. Ja. Daar is net zoveel connectie nog mij. Nee, maar ja, wat naar Disc kan nog komen. Nee, precies. Nee, maar je bent dus echt op diezelfde nog bezig. Ja, ik ben echt, ja. In het begin toen heb ik echt ambitie gehad om er iets mee te doen. Het is nog steeds hobby natuurlijk, maar... Omdat ik heel volle leuke reacties kreeg van, dan moest er meer met wel. Toen dacht ik, laat ik een cd opnemen voor mezelf dan. En ja, show met Schipstraan, dat is eigenlijk een beetje de intentie. Ik bedoel, we shot wel. Als niks, dan doet het niks. Dat is jammer. Als het een boek schroeft, dan is het een redacteur. Hè? Bij de Udjouwer en die leest met die mij. En die probeert het soms wat te sturen en wat te corrigeren. In de muziek als vaak een producer die probeert wat in de streng te horen. Doe eens beide, muzikant en producer in één. Ja. Iedereen die een beetje reguleert, die mij lustert en op goede tien zei... Nou, het mij wordt minder, het mij wordt kwatter of dit. Ja, nou die hek zeker. Ze hebben mijn allerbeste maat Butler. die stuur ik wel, die stuur ik mijn muziek ik daar. En die is ik muzikant, dus die zei wel van, Michel, dat zoek ik even nog eens aan en dat. En die helpt wat tips, dat is eigenlijk een beetje mijn producer. Want het is inderdaad, maar die grote bands, ze gaan naar een studio, nemen het op, er is een producer bij. Dan gaat dat spul naar een andere studio, dan wordt het gemixt en dan gaat het naar een andere studio, dan wordt het gemasterd. Maar zo zit iedereen er wel maar vers even naar te luisteren. Ik zit constant in dat proces. Ja, ik denk, wie stopt lastings van... Ja, dit is wel goed zo. Maar ja, het kan wel heel verkeerd wijzen. Ik kan wel denken van, maar daarom heb ik Butler. En ik let het vaak in mijn ouders jaren, want die zitten er helemaal neutraal in. En als die zeggen van, dit klinkt goed, dan denk ik wel dat het goed, maar die ben ik al wat op leeftijd. En als die zeggen dat het goed klinkt, dan denk ik dat het wel, maar die ben ik wel vrij kritisch, dus dat dan niet. Ja. Dus ik heb wel soort mensen, en op Facebook natuurlijk, als je een site van, het is bagger, dan moet ik er wat aan. Drums, spelen ze die in of ben dat digitale drums? Ja, ik heb een digitale drummer. Die is altijd strak. Nee, ik gebruik een programma, Easy Drummer. Ik heb vroeger wel zelf wel zo'n elektronisch drumstel aan. Ik ken wel een beetje drummen, maar ik ben net een topdrummer. Dus, ooit wat begonnen als drummer, hè? Ja, in het hele grote begin. Ik heb een tijdje in band spelen als drummer. Want ik heb toen op een gegeven moment in 2005. Ik hier een scheiding achter de rij en ik ben helemaal klaar met de muziek. En toen heb ik alles verkocht. Behalve mijn eerste gitaar en mijn allereerste akoestische gitaar, die net. En toen op een gegeven moment ik werd drummer. En toen ben ik in bandje met alle beginners. Want ik ben beginner natuurlijk. Heb ik een optreden, maar die. Daar zit zo'n. Zo'n postuur zit achter zo'n hele drumstel. Dus ik denk gezegd. Heb ik misschien een periode in en toen begon het te kriebelen. Ik kwam eigenlijk bij een maat van mij en die kon zelf opnemen.
En toen raak ik geïnteresseerd in de opnametechniek. En toen ben ik naar Grange geweest en heb ik zo'n harddisk recorder gekocht en een microfoontje. Nou, dan heb je die eerste gitaar en een akoestische gitaar. Dan heb ik zo'n beetje eerst via de computer gewoon, of ik letterlijk via de computer proberen, maar dat die ging gehoor, want die moest een externe geluidskaart hebben, dat wist ik toen niet. En nou, dan heb ik letterlijk een opleiding die, en toen kwam ik steeds meer in dat proces. Nou, maar ja, in ieder geval, ja, dat, ja, dus zat waar we denk ik, ja, wat, helemaal wat mooi begonnen, zeg maar. Ja. We zien, kijk hoor, band, ben ik weer met een band bezig. Ja. Was deze plaat ik vertalen naar een band? Was dit echt live nog eens een keer Sien en Jerre litten? Of zei ze, nou, dit is echt een heel erg studio project, dit jet bij mij thuis. En dat zet ik aan op internet of ik lit het streamen of weet ik veel. Ja, ja, het zo, ja, dat zo, ja, ik heb er wel zo nooit acht. Maar ten eerste moet ik, krijg ze die drummer, ja, dan moest je ineens wel een goede drummer vinden. Nou, ja, die ben er wel, ik ging er niet om, maar ja, zo wisten we dat. Ja, ten eerste is het bij mij moeilijk om daar al opnames te maken, want ik ben gewoon in dus oefen je, ja, dan moest je alweer iets weekend aan oefenen om het daar. Dan moest ik goede muzikanten vinden, dan moest ik een gitarist erbij hebben, want er zitten, ik heb wel jouw gitaarpartijen onder, nou ja, dat ken ik alleen nog nooit weer, maar dus misschien dat ik ooit nog wel eens mooi, nou ja, gewoon zeg maar een mini-discje of zo, is toch maar een backing track. Ja, dan gewoon alleen nog, misschien dat zoek ik misschien nog wel eens willen, dat is wel leuk. Maar ik heb net echt de intentie om je een band te... Nee, het is wel meer voor... Ja, wist het maar nooit. Altijd uit de clown waren. Het is je Porcupine Tree, kerst, misschien is die band ook kerst. Dus ik ooit begon Sa. En later toen, ja, toen kwam er een plaatlabel die je interesse. En toen, ja, toen had ik een band bij me of zo. Dus het ken. Je weet het nooit. We gaan alweer een nummer draaien van het album dat dus nog uitkomen, Matt. Het nummer Confusion. Zit je nog een verhaal achter? Nou, nee. Sure, dat is ook wel mooi. Sure, ik moet gewoon een titel hebben. En ja, ja, ik heb wel eens dat ik denk van, ik heb nooit echt inspiratie uit. Zou ik in zitten en ja, je kan inspiratie uit een akkoord, maar ik heb net iets van, nou ja, wat is mooi blauwe lucht en ik in derde. Nee, dat net. Maar ik heb wel eens dat ik het nummer kleren en dat kost 21, dan denk ik wel eens aan iets, wist van. Ja, maar dit is zo confusion, het is een beetje fusion-achtig. Dus, en dat is net echt een meest gemiddeld advent, dus het is wel een beetje verwarrend. Nummer Confusion van het album Mind Apology. En de makker hiervan, en ik zie ze met nadruk de makker van alles eigenlijk, productioneel, maar ook muzikaal, zit je bij mij op tafel, Michel Homminga. Instrumentaal, bewuste keuze, had je geen zin in zangers of kist zelf net jongen? Hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is wel eerste. Ik heb zelf net jongen. Nee, dat werd hem net. Het is wel eens hoe waar om een zanger binnen te halen. En zei van, nou, ik ga wat partijen voor die of niet? Ja, maar je wist dat is, ik hoor een project naar in, mijn oren muzikanten. Nou, maar daar ben je altijd afhankelijk van, wist je wel? En ik wil maar dit project net afhankelijk zijn van horen. Dus je dan vaak krijgt van, nou ja, ik ken het, nou, dan is het weer stil. Dus, nou, maar Soul Connected bijvoorbeeld hebben we naar de laatste nummer. Maar toen hij vorig jaar hebben ze een nummer gebracht en er zit orally tussen. Om een aantal jaren van, dat is altijd afhankelijk best van horen. En ik, dat wil ik net. Dus maar dit project, en zelf ken ik het jongen, dus ja, dan maar instrumentaal. Maar, en dit is ik volledig die smaak, hè? Ja. Zo, ik denk ik wel, want zo, dat, ja, zo, dat instrumentaal is Steve Vai en Guthrie Govan, en dat is ik alle instrumentaal. Nou, dus nou, ik dacht, nou, dat is mooi, omdat ik het jongen ken, is het een mooie manier om dit te dwaan, zeg maar. Dus ja. Dus ja, bij gebrek om. Muziek en nog eens muziek bedrijven. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon, ja, dat is gewoon mijn leven. Ja. Ja. Dat is echt, ja, net, ja, het was passie, maar bij mij gaat het van mij nog meer dan dat. Want ik ben voor jou een zon en maar bezig. Jongen. Ik bedoel, ik kijk wel eens dat ik, nou, als ik heb dan een psychische ding, nou, ADD en dat soort dingen. Dus bij mij, de hele dag gaat die kop in. En muis betekent dat ik van bed heb al een nummer in de kop. Nou, dat is toch, ja, soms wil ik wel hartstikke worden, maar ik kleed het in het oor. Maar, ja, dus ik ben altijd...
altijd bezig met akkoorden. En, nou, ik denk, het stit in muziek, maakt hem dus net in de wei? Nee, juist net. Juist net? Nee, want zo, nou ja, zo, ik zei ADD, maar kijk, dan ligt het van autisme. En dat is juist, ik wil weer, voor mij is dat, ja, nou ja, is dat ook wel positief. Want ja, zo, ik heb me echt, ja, wat ik mooi, zo, wat me net interesseert, dat zal ik nooit nou ja, opzoeken, zeg maar. Als, maar muziek, dat zoek ik op als een spons, echt weer. En ja, dus, ja, voor mij is dat perfect, want ik kan me daar op focussen, op die muziek. En dat is eigenlijk een beetje minuut laat klaar. Dus ik ben, ja, dus dingen die me net interesseren, ja, dat niet langs me heen. Zeg maar. Die vroeger op school al zag. Dus ja, dit is perfect voor mij. En ik, ja, kijk, ik was dacht van, dan kijk ik wel eens modelbouw dingen. Nou, dat die oren leren en ik niet nog, dat heb ik alles al verkocht. Maar muziek, dat ook. Nou, dat doe ik nog wel 23 hier al inmiddels. En nou, ik ben toch steeds, maar die opname gebeuren erbij, dat is wel een aanvulling voor de hobby. Wat ik alleen maar gitaar spelen, dan heb ik waarschijnlijk al. Nou, ik heb misschien net niet, maar ja, waar doe je het voor? Nou, dat, en in bandjes spelen heb ik toen even net meer. Dus ja, dat element van opnemen, dat produceren, dat. Ja, dat is voor mij. Net alleen het spelen zelf dus. Nee, dat zo is dat het mooiste die je hebt thuis. Vroeger, wij vroeger ik wel in opname studio zitten. Nou, maar daar is een dure nou, analoge bandrecorders en dat soort dingen. En een mengtafel, dat die net te betalen. Maar Sint-Wurg, ja, de kerst Sint-Wurg, nou, computer, hij heeft een interface. Nou, en hij heeft zo'n digital audio workstation erbij. Nou, daar heb ik wel heb Pro Tools. Nou ja, dat is wel in de muziekwereld. Nou, een van de betere software. Ja, redelijk standaard, toch? Ja, ik standaard. Dus daar heb ik een opleiding voor die in Hilversum. Dus ja, ik weet wat ik doe eigenlijk. Dus dat is wel mooi. Nou, dus ja, weet je wel, en dat is wel een aanvulling. Zo had het net mooi, ja, dan kan je dat wissen. Zo vroeger maar een bandrecorder, ja, dat moest echt, ja, dan moest het wel goed worden. Want dat kost het net wissen, even makkelijk. Maar nou wel. Als het net mooi is, dan staat het op delete, weg. Nou, en, maar dan ken ik bijvoorbeeld tot, weet ik veel, hoeveel sporen meer. Dus gitaarpartijen, ja, ik neem zo'n jouw vier verschillende gitaarpartijen op. En zie je wat het wordt, dat is shot wel. En dat is net mooi, dan nou, verwijder het al, hè. Dat is zo simpel is. Hè. Dat, ja, het is dat kleurje maar geluid. Nou, als een schilder een wit doek heb ik een wit, een blanco, nou ja, Pro Tools ding. Nou, als ze staan dan komt er steeds mooie tracks en zo. Nou, dan eerst, ik begin altijd mijn gitaarpartijtje. Ik ging gewoon zitten en ik show wat schip staat. Nou, ik bedoel, leuk idee en er komt altijd wat los. Nou, dan neem ze dat op. Ik heb wel eens gehad, dat is niks. Nou, zoals dit nummer ik, was correct, yes. Nou, dat nummer in het begin, ik dacht van, nou, hoe doet dat, ja. Maar als het dan opbouwt, dus dan komen de drums bij, twaalf gitaarpartijen, de solo thema's eromheen. Ja, dan denk ik, wow, nou, dat is toch wel wat mooi worden. Wist je wel, dat ging het dag van tevoren. Dus, maar het begint met een gitaarpartij en zo bouw ik het op. Dus, ja. 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 Wat een avontuur. Ja, mooi. Dit ja. Is, ja. En je moet ik wat proberen, wist je wel. Ik heb het nooit echt, zou ik al zeggen, de ambitie gehad om daar echt, nou, ja, om daar, ja, bekend worden, dat weet je dan net. Maar om daar een beetje, nou, een cd van te maken of wat dan ook maar. Wist je wel, en te sturen naar bladen en dat soort dingen. Of, ik heb nog laatst een interview met een grote Friese man die dat loopt in een krantje. Nou, een beetje publiciteit is wel mooi. Natuurlijk kan mensen ook zeggen van oké, er komt al wat aan. Zullen met een beetje, het is ook makkelijk dat Sint-Wurg, hè, om reclame te maken voor West van bezig bent. Nou, en dan die cd dan wie de meeste kan oké, er komt al wat aan. Dus ze zijn erop voorbereid. Doe jongens even door, was ik die muzikale helden, hè? Steve Vai en nou, wie hebben er mij een van die favoriete muzikanten? Krijg je niet aan een cd van die stuurs die, dat soort man of net? Hoe werkt dat bij die? Denk je, stiekem, ik probeer die toch even of net? Ja, sure, dan moet je wel, ja, dan moet je misschien een management of zo op zieken, maar dat zo, ja, dat zo. Nee, maar puur als liefhebber even. Ja, ik zou dat, ja, absoluut. Ja. Want ik begreep, best ik wel eens op reis was naar Amerika te westen, wie dat ik vanwege de muziek of net? Ja. Zo, ik zit in een band Vanguard, maar een vriend van mij. En we zongen weer in de gitaar. En dan zei ik maar, ben we naar San Francisco geweest en Seattle. En ja, toevallig, mijn omke, die wie is manager. Nou, die mocht graag even een slokje. Die lust wel een barreltje. Dat kan goed uit, want dan kon ik tegen naar de kroeg heen, een paar bierken en dan kon ik contact kon lezen. Maar toen zeiden we van, we gaan naar Amerika daar. En nou, op vakantie, een treiweken. En toen zei hij van, ik heb daar een neef en die zit ik in de muziek. En dat is Davy Vane. Nou, ik weet niet of het van jij dat is, maar het is wel vrij bekend. In Japan sowieso, de band Fane. En ik denk, oh, dat is krek wat. Maar ik zie het zelf nog nooit via het. Maar kleren. En op een gegeven moment, nou, wij hem bellen. En hij is in Manby geboren in Nederland. En hij koos zelf ook een beetje Nederlands. Nou, hij zei, hebben een beetje contact online. En
Dat zei ik van, nou, kunnen we dan bij die langskomen? Of misschien eventueel logeren, bloed, dat scheelt dan hotelkosten. En toen zei hij van, nou, ik heb het huis vol, maar ik heb alle roommates. Onder andere dus Steven Adler van Guns N' Roses, de ex-drummer van Guns N' Roses. Nou, ik hoorde het helemaal niet lopen. Maar ik denk, wat het echt zo is, dat zou wel heel cool zijn. Dus, nou, en op een gegeven moment, een lang verhaal, kut, maar we gingen daarheen. We namen toen we weer in contact met hem op. En hij zei, dan kom maar langs. En nou, ik verwachtte dat Steven net of ik wel in, maar die weet niet, de laat bad. Maar die wie aan het uitkijken van zijn heroïnegebruik. Dus ja, helaas. Maar de volgende dag kwamen we er weer. En toen noemde hij de doorje, maar hij dacht dat de burn hier, dat de muziek zachter moest. En dan zei hij, nee, we zijn de Holland guys. En hij, oh, eens knuffel je. Ik dacht, my god, het is eigenlijk gewoon een mees. Het krijg een mees, ja, raar hè. Maar het is, ja, eigenlijk is zielig. Dat zulke meesten sa. Ja, wist je, als op televisie, ja, nou ja, Paradise City, wie kent hem net, daar drumt hij op. Dan denk je van, ja, als je dan just op televisie denkt, wow, wist je wat een grut heden. Kist mij zo'n man nog over muziek praten of net? Of is daar het, maar even plots het leven al sabot uit? Hij, we zitten op een gegeven moment hier in het stond, nou, dan zitten we op een groen. En wij hebben vroeger nog van die hippe blues gezongen. En toen zei hij van, you have to tie your shirt, man, you got 100% more pussy, sorry. Dat soort dingen. En op een gegeven moment zouden er niet dat er meer dan 2000 wieven. Iets te volle rock'n'roll dus. Iets te volle rock'n'roll. Nou ja, alleen nog al het taalgebruik van die man. Ja, clear. Het ben echt. Gingen we maar hem naar de kroeg daar. En hij kwam de kroeg naar iemand. Ja, hij praat door die oude kekerij, praat er heel sloom, wist wel. En dan dacht dat er drank kon niet. Hij komt ik nergens meer in, terwijl hij de grutte Steven Adler is. Maar jou is in Amerika niks om, ja. Triest, hè, eigenlijk. Als de Jos naar zijn mannen. En ook die zei, ja, dan bist je meer een nuchter Fries, een potje bier. Maar dat is het dan, heb ik het idee, of niet? Ja, ik drink eigenlijk niet zo vol. Ja, ik drink vroeger dat toe, hoor. Ik heb niet die van hoor, ja. Maar het zit wel, nee, ik drink eigenlijk nooit meer. Ja, dan moet een keer een goede semmerwijze en een barbecueetje en een iets gehouden pad. Maar ja, druk sowieso net. Maar nee, dat is niks voor mij. Nee. Kortom, het gaat op zich goed met mij dus. Ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Er was wat problemen met die mentale soms, ja. Maar dat mij de muziek. Ja, is daar dus een soort modus in vinden? Ja, sorry, ik werk veel als ik net. Ik ben ook gedeeltelijk. Nou ja, wie zit er wachten op een van 48 die is af op procent ook keurig is. Nou, het sinds wel, ik ben al een meisje van 20 nou, en maar 30 jaar ervaring. Dat ja, snap ik, tuurlijk. Maar als je daarnaast vrijwilligerswerk, nou, ik ben fietsenmaker. Dat is heel wat anders. Maar daar kijk ik wel voldoening in vielen, wist je, want dat vind ik mooi werk. Dat is ik iets opbouwen. Nou, ja, een harde fiets opknappen. Nou, en dan ja, weer voor de verkeer. Nou, dat vind ik machtig om te doen. Dus dat doe ik nog. Nou, ik denk dat. Maar is het dan een beetje nuttig, wist je, dan, maar natuurlijk, je krijgt ergens vooroordeel. Dat mensen zeggen, oh, als je de hele dag thuis. Maar ja, kleren, ken je niks aan de. Je maakt mooie muziek. En mooi dat je het echt naar boeten brengt. En dat je het je brengt bij in Noorderwien. Daar ja. Ben ik heel blij mee. Het album Kleren is, wil ik die heel graag weer uitnodigen bij deze. Praat er zeker over. Mooi verhaal, een mooi muzikaal verhaal. Ik hoop dat je er nog heel vier mee komt. Ja, besluiten mij een plaat van de Aristocrats. Ja. Vertel even, wat is hier zo bijzonder om? Nou, deze man, die Sabine Machitrain, dus Guthrie Govan, die hebben we in het begin gehad. En Brian Beller, dat is een bassist onder andere van Joe Satriani. Steve Vai, onder andere ik. En Marco Minneman. Marco Minneman is een drummer, een Duitse drummer, maar die had ik bij Dream Theater onder andere. Die zag toen naar je drummer. Had ik auditie niet. Hij speelt met Paul Gilbert van Mr. Big, speelde er mooi. Hij speelt met Steven Wilson van Parkje Patrie. Kortom, een hele goede drummer. Ja, deze man die combineren gigantisch technisch gebied maar humor. Nou zijn titels als Sweaty Knockers en. Ja, dat noemen we wat draaien, tenminste stukken van. Dat zijn hele lange noemers. Erotic Cakes. Ja, precies. Ja. Ik moet weten dat cake erotisch wijzen komt, nee. Maar bij deze man dus wel. Ja, en omdat het, ze binnen een instrumentale band, maar ze binnen een eerste instrumentale band, maar zo'n, hoe neemt dat? Zo'n vloeksteker. Weet je, hoe neemt dat? Ja. Dat was Waskouw. Ja. Nou, vooral in de hip-hop-wereld zit dat erop. Ja, precies. Omdat ze zijn nummer dat je het bluesfuckers. Dat is een knip naar de blues staan. Dat is standaard blues. Is maar dit ben die favoriete muzikant. Deze jongens ging ik echt inderdaad met een versleten t-shirt. Een beetje zitten priegelen. Ja. En er zit dan een heel specifiek publiek bij. Ja. Dit is die ideale muziek dus. Dit is mijn. Ik ging in oktober zijn in Zoetermeer. Dan heb ik echt nog dan. Maar wat ze maar zien draaien en presteren, dat is gewoon ongelooflijk. Echt hier. Dat is, dit ben mijn helden. Mooi dat je wist. Dank je wel. Dank je wel, Willem.
Yeah.